In het jaar 85 was ik assistent psychiatrie in Parijs en kwam ik door allerlei omstandigheden terecht in de bibliotheek van le docteur Charcot, toen de bekendste arts van zijn tijd. En in die bibliotheek waren veel foto's en heel veel filmpjes, want hij filmde, of hij liet zijn patiënten filmen. En wat gebeurde er tegelijkertijd? In die jaren, begin jaren 80, ontdekte ik de moderne dans. En ik zag een ongelooflijke gelijkenis, een merkwaardig samenspel tussen de oude filmpjes van Charcot en de bewegingen, de vorm, de esthetiek van die hedendaagse dans. En inderdaad, we zien hier in deze tentoonstelling dat dat geen toeval is, dat er een heel belangrijke inspiratie geweest is van de zogenaamde outsiders, de zogenaamde kwetsbare zieke mens, in de moderniteit, ook in de schilderkunst, ook in alle kunstvormen, maar heel specifiek hier in de dans. De kunst die zich inspireert op kwetsbare mensen, op zieke mensen, op mensen die buiten de maatschappij vallen. Het is de kunst die ze binnen kan brengen. Het is de kunst die zich kan inspireren, niet op een voyeuristische manier, maar op een manier die ze in waarde zet. En dat is wat hier ten volle getoond wordt en wat ik bijzonder belangrijk vind.